mentor ooit zei, als mensen in hypnose zijn, moet je er het maximum gebruik van maken. Dus moet je niet laten verloren gaan. Als je in hypnose bent, Roel, wat wil je bereiken? Rust. Rust. Oké. Okay. Hoe definieer je rust? Hier en nu. Hier en nu. Oké. Dat is eigenlijk niet denken over de toekomst of het verleden, nu. Je bent hier en nu. Oké. Okay. Yes, oké. Okay. Goed tegen elkaar. Ik ga je bibelen naar voren en achter. Ik ga jouw bibelen naar voren en naar achter. Ga gewoon mee, oké? Okay? Mooi zo. Je doet het hartstikke goed. Ik ga je achter je staan. Helemaal relaxed. Okay. En voel ik nou, voel ik juist. Laat gaan, niet tegenhouden. Juist. Oké. Okay. Oké. Okay. En nou, Roel, focus op één van de handen. Niet in deze. En merk, wordt lichter. Juist. Lichter. Hoger en hoger. Stijg, stijg, stijg. Hoe voelt het, Roel? Licht. Kijk naar de hand. Kijk naar de hand. Kijk naar de hand. Kijk naar de hand. Het wordt lichter. Het licht stijgt en stijgt en stijgt en stijgt. Stop. Oké. Okay. Nou, Roel is nu in hypnose. Hij weet het zelf niet. Maar hij is in hypnose. Waarom? Omdat onderbewuste nu weet precies hoe Roel zich voelt. Onderbewuste van Roel. Zijn vinger, dat is deze vinger omhoog krullen. Juist. Ik bedoel dat jij niks doet, gaat automatisch. Je merkt dat het automatisch gaat, hè? Oké. Dat gaat automatisch. Onderbewuste van Roel. Nou, ik wil eigenlijk aangeven hoe krachtig onderbewuste is. Onderbewuste van Roel. Ik wil dat jij de ogen van Roel dicht doet. Zodat het helemaal vast zit. En als hij vast zit, met de ja-vinger laten weten. Zodat hij helemaal vast zit. Helemaal vast. Dat hij niet meer open kan. Maak het wat hij zegt en hij wil. Jij nu bepaalt hoe dat zit. En wanneer je ogen volledig dicht zijn, met de ja-vinger laten weten. Met de ja-vinger, we hebben het nou afgesproken. Juist, dat is goed. Juist, dat is goed. Nou, ogen zijn volledig dicht. Als je niet meer open kan. En nou, onderbewuste van Roel. Denk dat jij nu een kamer voor jezelf maakt. Een kamer. En je weet precies hoe groot het is. Wat voor kleur het is. Waar het is. En als je dat hebt, moet je jouw vinger laten weten. Juist, oké. Okay. Het is jouw kamer. Iedere keer, als jij drukte voelt, je ogen dicht doen en ga naar deze kamer. Een kamer waar jij gemaakt hebt, waar jij gelukkig wordt. In nu. En aanwezig. En dat is jouw kamer. Iedere keer. Als jij een beetje druk voelt, zeg je, nou heb ik mijn kamer nodig. Ga je naar de kamer en krijg je rust in je hoofd, in je schouders, in je lichaam, in je midden, knie, tot de tenen toe. Volledig rust. Dan gaan we dieper en dieper, later en dieper, en dieper en dieper en dieper en dieper. En dieper en dieper gaat, weet je hoe? En weet je hoe het dieper gaat, zo diep. En blijf gewoon lekker hier staan. Dan ga je in je kamer terwijl ik met de hand kan spreken. Dat is eigenlijk hoe het snel kan. Mensen meteen in hypnose brengen. En dan wat zij willen voor bij hun plaatsen. En misschien zeg je, ja, waarom kunnen ze dat niet doen? Waarom? Omdat
deze factor houdt niet even. Op dit moment, deze factor is er niet. Dus kan ik eigenlijk suggestie laten binnenkomen, zodat die persoon gaat gewoon even lekker zich in de kamer vinden, waar het rustig is. Een kamer waar hij zich gelukkig voelt. Met dezelfde, met de kleuren die hij vindt, leuk vindt, plezant vindt. En het is een kamer van roep. En iedere keer dat de roep ogen dicht doen, zegt hij, ik moet naar mijn kamer toe, is er. Jouw perceptie bepaalt jouw realiteit. Dus jij bepaalt wat je realiteit is. Dingen die van buiten binnenkomen, jij maakt bepaalde prestatie voor, bepaalde beelden, bepaald beeld van. En dat is wat de roep heeft nu gemaakt. Dus voortaan, iedere keer, als de roep rust wil vinden, gaat de eigen kamer. En daar vindt hij volledig rust. Nergens anders, behalve zijn eigen kamer. Hij heeft gemaakt, ik niet, hij. Alleen, ik heb hem makkelijker gemaakt. Ik heb deze kritische factor weggehaald. Zodat wat hij wil bereiken, meteen gaat naar onderbewuste. En als er iets in het onderbewuste is, gaat dat gewoon gebeuren. Zonder enige moeite. En nou, ik wil nog laten zien hoe krachtig het onderbewuste is. Zometeen merk je dat deze hand volledig van staal is. Stel je voor, het is volledig van staal. Helemaal hard, helemaal hard. Juist, hard. Niemand kan die buigen. Zo, hard. Oké, hard. Harder en harder en harder en harder. Zo vast, zo hard, zo hard. Terwijl jij in je gedachten, in je kamer bent, die hand is volledig van staal. Van staal. Iemand wil zo even kijken, de test ook kijken hoe hard het is. Dat is eigenlijk helemaal hier een heel relax. Heel relax, juist. Dat is zo hard is het. Maar het opvallend is dat zelfs roer kunnen deze niet buigen. Het is nu een staal. Probeer ze te buigen, je merkt hoe harder je probeert, hoe vaster het zit. Het is zo van een staal. Probeer, je doet je best. Hoe harder je probeert, hoe vaster het zit. Het is zo vast, van een staal. Juist, dat is de werkelijkheid van roep op dit moment. Waarom? Ik ben nu eigenlijk door de kritische factor heen. En van bewustzijn komt hier, er is geen kritische factor meer. Gaat naar onderbewustzijn. Als hier iets gebeurt, als de suggestie binnengaat, gaat het gebeuren. Dat is nog van de staal. Het is van de staal, tegelijkertijd, Roe is in zijn kamer van rust. Rust in zijn hoofd. Terwijl de hand is volledig van de staal is. Een andere leuke dingen zijn zometeen als ik de hand, als de vinger op je hand legt, en de hand wordt zo slap en valt op je zij. En dan ga je vaak een keer dieper in de staat van nummers 1, 2 en 3. Relax. En relax. En relax. Ga naar je kamer. En dan vind je rust. Volledige rust. Het is lichamelijk en geestelijk ook. Geestelijk, als ik bepaalde instructies geef en roep, ga ik gewoon echt
Dat doen we. Zo. Zometeen merk je dat alle problemen in je leven zo grappig zijn. En hoe meer denk je aan het problemen, hoe grappiger het wordt. Het wordt zo grappig. En zo grappig. En je gaat gewoon lachen. Omdat er zoveel problemen zijn in je leven. Je gaat lachen en lachen en lachen. En je kan niet stoppen met lachen. Je probeert te stoppen, maar je kan niet meer stoppen. Je gaat lachen en lachen en lachen en lachen. Het is zo grappig, zo grappig. Je kan niet meer stoppen. Maar je kan niet meer stoppen. En lachen en lachen en lachen en lachen. Zo grappig, zo grappig. Zo grappig. Dat is... Wat is de kracht van... Ik wil van heel veel dingen nemen. Van rust krijgen. Tot creëren van mooie momenten. En nou, stel je voor dat je in de kamer een mooie film aan het kijken bent. Heel ontspannen. Heerlijk. Jezelf in je eigen kamer. Nou, waar kan ik deze gebruiken? Dus stel je voor dat jij bijvoorbeeld een vergadering hebt. Spanning in je lichaam. En nou, je hebt nou kracht gekregen om te zeggen, ik ga naar mijn eigen kamer. Rust. Binnen een korte tijd ga je gewoon je dingen doen zonder enig probleem. En dat zeg ik... hartstikke mooi voor, goed voor, is niet alleen voor jouw lichaam of voor geest. Omdat wij weten eigenlijk dat 80% van de problemen is van de stress. En nou, hij heeft bepaalde middelen gevonden om zich te ontstressen. En een prachtige middel, niet alleen, dat is eigenlijk voor iedereen. Voor kinderen en volwassenen. Zometeen nog niet. Zometeen ga je van 1 tot 5. Bij nummer 5. Bij nummer 5. Ogen gaat open en dan voel je heerlijk. En voel je fantastisch. 1. Laat ons van je lichaam verlaten. Kun je daar energie van links aan rechts boven allemaal naar binnen komen. Diep in adem. Diep. Heel je longen vol met zoveel energie. Juist. Je longen zijn zuiver. Je keel is zuiver. Je hart is in zuiver. Je bent alert aan ons schep aan. Ogen open. Hey, welkom terug. Graag gedaan. Even een applaus voor Roen. Vragen trouwens aan Roen.